Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we hier met een nieuwe banger. 3 video's op een rij, mensen. Dit heb ik echt al heel lang niet gedaan. Hopelijk vind je het een beetje leuk. Nee, het is niet zo dat als ik nu een maand lang upload, dat ik dan een kaal ga anders. Ik ben geen Mattie. In ieder geval, vandaag geven we wat mooie dingen doorgestuurd waar we met jullie naar gaan kijken. Ik heb trouwens ook heel veel reacties weer op die video van gisteren. Waarin ik ging reageren op, snelle geld, ziek. Gozer, zeg maar, Boyd, dat is deze gast. Ik drink geen alcohol voor een aantal redenen. Alcohol is iets wat jouw denkende mind... Shut up. Die heeft ook nu op mij gereageerd en allemaal dingen gezegd. Ik heb eigenlijk geen zin om daar een reactie op te maken. Maar als jullie dan heel graag willen, vooruit dan maar. Laten we maar gaan kijken. Zijn en stapel, zijn en opstaan. Zijn die stoelzitters? Stoelzitters? Ze zijn wel enig hoor. We zijn enig, yes. Volgende act, hallo. Waarom zoveel disrespect? Wat jullie hier zien, mensen, is trouwens 538, waar wij live gingen zingen. Nou, het was echt geniaal. Voordat we gaan kijken naar het volledige optreden, heb ik nog wat leuks. Wow, wat is dit? Het is Rush Royale. Rush Royale is een game, mensen, als geen enkele andere game. Geen één andere game is Rush Royale. Ik ga het nu ook spelen. Ik durf zelfs te zeggen dat ik de allerbeste Rush Royale speler van Nederland ben. Ja, het scheelt echt niet veel. Ben je nu tegen een tegenstander? Sekiro heet die. Ik heet Hutskoen. Ja, jullie kennen mij. En het doel is om de poppetjes die hier links, zeg maar de monsters die tegenkomen, dood te maken. En die maak je dood doordat je poppetjes op hem schieten. Wanneer één dood gaat, gaat hij naar de andere persoon. Je hebt 3 levens. En als je aan de overkant komt, ben je de Sjaak. Daar komt het eigenlijk op neer. Kan ook twee van dezelfde kan je bij elkaar voegen. Twee van dezelfde heroes. Als je dat doet, nou ja, je ziet het, dan worden ze alleen maar sterker. Ik kan ook upgraden, maar ik wil even wat poppetjes erbij nemen. Ja, hij zit zwaar in de mut, want hij heeft fucking veel poppetjes daar. Bij mij wordt iedereen helemaal kapot gemaakt. Ik denk gewoon oprecht dat ik van deze vent ga winnen. En makkelijk ook trouwens. Ik heb al bijna gewonnen. Ik zweer, ik heb al bijna gewonnen. Deze gast is echt een fucking noob waar ik tegen speel. Hij gaat echt makkelijk winnen. Dit wordt echt een easy overwinning. Tuurlijk, komt-ie. Hij heeft al 3 levens, maar daar gaan ze. Oké, hij heeft wel een ziek iemand nu erbij. Easy win. Ik kan me voor zowel te spelen tegen iemand anders, wat natuurlijk, ja, erg leuk is. Dat heet de PvP-modus. Je strijdt tegen iemand anders en je kan je heroes steeds upgraden om betere heroes te krijgen, om zeg maar je tegenstander steeds te verslaan. En dan moet je natuurlijk winnen en je hebt 3 levens. En als er zeg maar een poppetje bij jou aan de overkant komt, bij jouw helft, dan verlies je een leven. Dat mag ook 1 keer gebeuren, mag 2 keer gebeuren, 3 keer. You're out. Op een gegeven moment, als je verder en verder komt, moet je steeds betere tactieken krijgen. Want anders word je helemaal kapot gemaakt. Ik ben natuurlijk een tactisch meester, dus voor mij is het allemaal geen probleem. Ik heb 1 favoriete plek waar ik altijd Rush Royale speel. Ja. Oh! Ja. Oh. Dus mensen, wil je dat ook spelen? Dat kan. Ga naar de link in de beschrijving. Dan kan je de game downloaden. Als je dan, je krijgt op een gegeven moment de vraag van of ze mogen tracken voor advertenties of zo. Als je op ja drukt, dan kunnen ze op jouw account, krijg je dan een kist met allemaal speciale dingen. Als je op nee drukt niet, want dan mogen ze zeg maar dus niet je volgen. Dat is het hele ding. Doe dat, dan krijg je een kist met allemaal speciale dingen aangeboden door mij. Dankjewel, dank je. Geen probleem. Download het. Ik zie jullie in Rush Royale. Oké, dit is dus echt een van de meest domme en rare dingen die we ooit in ons leven gedaan hebben. We gingen dus optreden bij 538. Ze hadden gevraagd of we wilden komen en toen zeiden wij ja, tuurlijk. Ik moet zeggen, wel een klein beetje stress. Er waren 25.000 of 30.000 man of zo. Er kwamen uiteindelijk 40.000, maar wij waren heel erg aan het begin. Nu komt iedereen binnen te halen, want ze dachten bang zitten. Mensen willen hun zien. Zijn wel enig hoor. Vijf Koningsdag, laat je horen! Hey, we hebben maar 5 minuutjes. We doen maar zo mooi, wat een 5 minuten. Als enige van de hele dag hadden we 5 minuten. De rest had allemaal langer en wij 5 minuten. Ik zag je lopen. Yeah. Wilde een toekomst plannen. Even voor de duidelijkheid, wij kunnen dus oprecht niet zingen. Nou, soms is het best oké. Wij doen natuurlijk best regelmatig shows en soms is het best goed, maar meestal is het gewoon wel echt slecht. Nou, in dit geval was het wel slecht. We gaan gewoon luisteren. Roel is het eerste stuk. Achter je aan te rennen. Hij zingt ook niet gelijk met het nummer volgens mij. Mijn hart ging sneller kloppen, ik voel een connectie. Hey baby, luister. Milo, yes! Dit was zo mooi dat Milo. Ik vind het zo zin. Kijk nou, die houdt zijn microfoon houdt die zo vast. Alsof het een biertje is. Die houdt zijn microfoon vast alsof het een biertje is. Als jij van mij zou zijn, dan werd ik gek hierover. Want zelfs als ik dan verlies met tennis. Maakt het niet uit omdat mijn girl een tennis. Ik ben staan. Kijk, die mensen allemaal losgaan, hè. Handjes in de lucht voor de bankzitters. Yeah. Hey, ik zie nu pas dat hier bankzitters staat. Hier zo. Cool. Dat zijn wij. Bankzitters, ja. Besef, 5 jaar geleden dat ik ergens op een kamertje FIFA-video's te maken was. De eerste bankzitter video was dat Bas als Sinterklaas ons cadeautjes kwam geven. En nu staan wij in 538 2 nummers op het treden. Dat is toch bizar? What the fuck? Ik ben staan op jou vanaf de... Hey. Shout naar hem, hou. Hutsel en Hutscher, dikke S van hem. Ze hadden ook een bankzitter-shirt, stond helemaal vooraan. Ja, dat is wel schitterend. Heb je dus de hele dag heb je daar een bankzitter. Stel je bij snolle bolletjes in je bankzitter-shirt. Ik vind het mooi. Ik zag je staan daar.
op je hoofd. Die ken die tekst niet helemaal hoor. Ik ga je showen met de man uit je. Oh, daar komt supersterren. Daar reed je lang, baby. Ik was gelijk in love. Ja, ja. Even iets andere flow switch, weet je. Dat vind ik leuk om een beetje te experimenteren hier en daar, weet je. Een beetje hier, daar, een beetje proberen. Ik was gelijk in love. Dat dus. Was niet op zoek naar een liefde, maar jij liet dat varen. Dit is altijd een tricky stuk, ook gewoon tijdens optreden. Ben stapel op je rode haren. En dan moet je dan proberen niet te vals te doen. Dan moet ik zeggen, als het geluid de muziek aanstaat, dan hoor je het niet zo. Maar als de muziek uitgeluid wordt, dan hoor je het dus zeker hier al erg. Gelukkig niet. Dus zou hier het geluid wel aanstaan. Straks komen we op een moment waar ik volledig de mist in ga. Maak je geen zorgen, dat komt nog. Met stapel op je rode haren. Prima, prima, tevreden. Dit is zo'n mooi moment, hè. Daar staan we, jongen. Maar ik hoor geen stem. Oh, toen ik dit voor het eerst hoorde, ik moest zo hard lachen, jongen. Als je dus die muziek uitdraait, dan als je je microfoon niet zingt, dan hoor je het publiek heel goed. Want dan gaat denk ik een soort microfoon op het publiek aan. Op het moment dat je zelf zingt, hoor je dus echt volledig alleen je eigen stem. En dat is zo mooi. Je mooie ogen spreken, maar ik hoor geen stem. Wat lijkt die trouwens echt 250 kilo trouwens op deze... Ik kan zo niet leven. Starten van de bottom, hè. En nu 5 en 8. Nog steeds op de botten, maar goed, maakt niet uit. Ik wil alleen de liefde van jou hebben gekregen. Nog één keertje allemaal. Ik ben staan. Ik kwam ook op, mensen. Ik had een droge keel gelijk. Holy shit, jongen. Echt, ik kon bijna niet meer zingen. Zo droge keel had ik. Zijn alle pijntjes heel leven verdoofd. Wow. Wow. Fucking vet. Wow. Hij wil een beetje zin in. Ook zo mooi, want hier zei ik dus een beetje zin om het publiek even te laten juichen. En dan gaat Roel dus mee schreeuwen, maar wat hij die microfoon pakt, hoor je het publiek amper. Wat... Ik vroeg, hebben we een beetje zin in? Zo cool. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Zo cool. Zo ingestudeerd, maar wel erg leuk. Het goede nieuws, we zijn pas halverwege. Het slechte nieuws, hier komt ons laatste nummer. Leuk, 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 leuk. En wij zingen mag natuurlijk. Oei, oei, oei. Zo'n wow. Banger. Dit is zo'n banger. Dit ken ik, man. Ik ben al hier aan het trainen voor iets beter live. Maar dit nummer ging ook wel veel fout, maar ook wel veel goed. Het was gewoon een hele mooie ervaring, hoor. Laten we dat vooral voorop stellen. Veel mensen om je heen, maar je bent zuinig. Dit refrein kickte in en dat was echt bizar. Dat sloeg echt nergens op. Dat was echt ongekend. Om bij jou te kunnen zijn, denk ik langer onbetaald. Dromen over uren, over ons is wat mijn dag. Yes. Je blik richting mij en... Zie al die handjes, dat is schitterend. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Dat is ook niet helemaal zuiver volgens mij. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Kan totaal de focus kwijt. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, tot ik jou zo op dat hoekje, daarna was ik het kwijt. Mooi man, meezing de mensen, mooi schat erin. Formaliteiten zijn voorbij. Zag je lopen van me, zelfs ik met jou. Zo mooi dus. Zo mooi dat mensen dat mee. Ik vind het zo schitterend. Het is zo goed. I love it. Kan je concentreren met totaal de focus kwijt. Mooi, ik had de Roel dus weer amazing. Concentreren met totaal de focus kwijt. Ik zit te denken om dit stuk even te skip wat we hier gaan horen. Dit is echt niet best wat we nu gaan horen. Is niet waar ik het moet zoeken tot ik jou zag op dat hoekje. Hier draait Russo hem dus uit. Hij kwam gisteren op kantoor, want we hadden een show. En toen zei ik ook, gozer, als je dit nog één keer mij verlicht, verschrikkelijk. Nou, die show, die avond, hij weer uitdraaien. Je gaat horen. Ik moest zoeken tot ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het kwijt. Oh, joi, dat is niet goed, hè. Nee, daar zat ik er niet helemaal op, hoor. Dat was echt niet best. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik zo mooi. Oeh, komt hij weer. Oh. Hier had ik ook door. Ik lach hier ook naar Milo. Ja, dat zie je niet. Maar ik had echt door van... Ik zat er helemaal naast. Ik dacht... Kutzooi. Dit wordt sowieso geüpload op YouTube. Kijk, als je ergens op een show in de Rubber TV een keer na zit. Ja, boeien. Hoor, ik komt een keer op TikTok, weet je wel. Maar ik dacht dit... Oh, nee. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Wat was dit ziek, hè? We hebben ook geen idee, we waren allemaal f***ing blij en hyped en vol adrenaline en dat was ons einde wat. Nou, dan gaan we weer. Gaan we weer, ja. 5 minuutjes gehad, weet je, dan gaan we weer. Zo mooi, iedereen die erbij was. Dikke S naar jullie, 58. Shout out dat jullie ons uitgenodigd hadden. Dit is een van de meest zieke dingen die ik denk ik ooit heb gedaan. Wat ook niet raar, want je staat voor 150.000 man op te treden. Zo trots op deze boys. Al fans in de oude mooie 415 tijd. Wie had van het soort hier zou schoppen, zieke respect. Love man. Wat leuk dat Koen zijn haar heeft geverfd.
Nou goed mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk. Vond je het leuk? Vergeet dan zeker geen like achter te laten op deze video. Abonneer op mijn kanaal, dan zie ik je snel weer. Misschien morgen. Nee, ik zou het niet hopen, want dat gaat niet gebeuren. De groeten. Oh, 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 wat was dit mooi. Hier nog een kleine compilatie. Maar ik hoor geen stem. Wauw. Maar die tijd zijn voorbij. Ik kan niet concentreren, ben totaal de focus. Daarna was ik het kwijt. Nou, volgende act.